In de Arnhemse binnenstad hebben archeologen op het bouwterrein tussen de Turfstraat en de Trans opnieuw resten van skeletten gevonden. Voordat de bouw van luxe appartementen en penthouses in Centrum Arnhem van start gaat, zijn archeologen daar bezig met hun opgravingen. De skeletten zijn waarschijnlijk overblijfselen van mensen die in de Broerenkerk werden begraven. De archeologen vonden meer restanten van deze kerk. Eerder vonden archeologen al skeletten tijdens de werkzaamheden rond de Jansbeek en het Focus Filmtheater.